Mr. Kickboxing doet zijn naam eer aan, want dat was een hele duidelijke zaak. Applaus voor Robbie Kaman. De absolute nummer 1 in Thailand. Houdt u zich nog even vast. 100 partijen. 95 gewonnen. 50 door knock-out. 2 onbeslist, dus maar 3 verloren. Hij is 21 jaar, full professional van Jim Sunshine uit Thailand. Dames en heren, hier komt number 1 van Thailand, Sherry S. Mani. Give him a big hand, Sherry S. Mani. Kleine Dekker. Oké, Ramon. En Mama Dekkers ook bij het afgelopen is, geloof ik.ไปดูนักมวยนั่นเลยตายEn dan, dames en heren, de prijsuitreiking wordt hier gedaan door kolonel Kamano. Hij is de eigenaar van het zeer beroemde Lumpini Stadion, kickboxstadion in Bangkok. Thank you very much, mister. Op hoeveel ronden had je hier, ja, het is natuurlijk een kanjer die Sherry, maar op hoeveel ronden had je hier zo'n beetje ingesteld? Want het is ongelooflijk. Gewoon uitvechten, ik reken nooit op een knockout. Gewoon, ik ga ervan uit dat ik gewoon 5 rondes moet knokken. En dan valt alles mee als het eerder is. Ja, wacht even. Ik zei net dat ze er in Thailand, en Rob Kaman fluisterde dat in mijn oor, zijn ze daar echt ziek van, hè? Dat deze man eventjes Mr. Thailand No. 1, dat is hij, dat hij eventjes in de eerste ronde hier tegen het canvas wordt getimmerd door één jongeman, Ramon Dekker. Ja, ik kan er ook niks aan doen, ik doe mijn best gewoon. Je kan er niks aan doen, je hebt er alles aan gedaan. Dames en heren, Ramon Dekker! Ja.